Hoofdstuk PVL afstellen. Nachtmerrie, drama. Echt waar. Ik word er helemaal gek van. Ik heb nou al van alles geprobeerd. Ik heb allerlei gereedschap bijgekocht. Precisiemeetapparatuur. En nog lukt het niet. Blijf staan, ja. Eens even kijken, ik heb net voor de laatste keer rijden. Ik heb een nieuwe bougie ingedaan. Deze is hij nog steeds. Hij is in ieder geval niet al meteen zwart. Hij is al mooi verkleurd zelfs. Hij ziet er eigenlijk heel netjes uit. Daar zit het probleem niet echt. Lijkt het. Het probleem zit hier. Die ontsteken, die PVL. Nou. Een mooi nieuw meetapparaatje gekocht. Ja, als de bougie eruit is, dan kunnen we op de plaats waar normaal gesproken de bougie zit, kunnen we in de cilinderkop, kunnen we deze adapter zetten. Huppakee. Die zit. Dan kunnen we op het vliegwiel zetten we eventjes op de moer. Iets strakker. Dan zetten we de griptang. Blijven zitten. Dan kunnen we gewoon draaien, zeg maar. Nou, dat was dus niet de bedoeling dat dit gebeurde. Terug jij. En dan moeten we deze vastzetten. Kan allemaal wel meer. Ja, zit hij al heel dicht in de buurt van het verste punt. Zo. Die zetten we even vast. Kijk, en dan kunnen we hier zo op het metertje. Misschien is het wel leuk als ik hem ietsje dichterbij zet. Zodat je mee kan kijken op het metertje. Even kijken. Inzoomen. Oeps, moet hij nog verder naar beneden. Ja, zo. Dus zetten we zo. Kijk, en als ik nou aan de krukas draai. Zie je, kijk. En dan metertje op en neer. Dus dan kunnen we het verste punt van de zuiger zoeken. Oh. Dat was niet goed. En dat is ook niet goed. Zo, het metertje zit er goed op. Nu kunnen we het nulpunt gaan zoeken. Kijk, en het nulpunt, of het verste punt, dat zit hier. Dan moet deze losdraaien en kunnen we hem op nul zetten. Pakket. Nul. Dan hebben we een geëikt punt. Dit is de bovenste stand van de zuiger. Nou, als we nou voorontsteking willen geven. Dat is behoorlijk veel, hè. Dan is dit 1 mm voor ontsteking, is dit 2 mm voor ontsteking, 3, 4, 5, 6. Dat is maar een heel klein beetje draaien, en volgens mij klopt dat niet.
Dit 1 mm. 0 tot 10 mm doet hij. Ja, dit is raar dat dat niet duidelijk op staat. Er staat 0 tot 10 mm en 0,01 mm. Dus dat is één streepje. Is dan toch een honderdste van een millimeter. Dus dan is dit 1/100ste. Nou, 10 van die streepjes. Is dan toch een tiende. 10e millimeter voor ontsteking. Dan is dit 1 millimeter voor ontsteking. Dan is een millimeter, 2 millimeter. Hij moet op 1,6. Zet die hier moeten staan. Dit is heel goed moeten staan. Waar is mijn lampje? Lampje. Mijn been. We hebben een lampje. Hallo? Nou staat hij precies op 1,6 mm. 1,6 mm. Kijk, streepje krijgen ze gelijk. Verste punt. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Daar staat hij op. 1,6. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Even deze eraf. Terug op. Even kijken. Verste punt. Dat is hier. Dat is de 0. Dan terug naar die 1,6. Dus dat is 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Zo. Dan moeten we hem eigenlijk op 1,4 hebben. Dus dit. 1,6 was hier, hè? Ja, 1,5. 1,4. Mag dus de 1, dan zetten we hem op 1,3. Want het formuliertje zegt dat. Dat moet kunnen. Tussen de 1,4 en de 1,2, zeggen ze zelfs. Dat ligt aan de vorm van tuning. Dus dan zou die zo goed moeten staan. Nou, ik ben wel heel benieuwd of dat ook zo is. Draait. Dit is het verste punt. Gaan we naar het verste punt. Kijk, zie je? Dan gaat hij weer terug. Dus dit is de hoogste stand van de zuiger. Nou, als we nu teruggaan,
Dus ieder streepje is 1/100ste millimeter, dus 10 streepjes is 1/10. Dus een hele slag terug naar 0 is 1 millimeter voorontsteking. En dan willen we tussen de 1,4 en de 1,2 moesten we zijn. Dus nou ja, als daar de 0 zit, dan is dit dus 1,1, 1,2. En dit is dan 1,3. Dan zie je er precies tussenin. Oh. Zo. Nu moet dus hier het streepje, kijk, gelijk staan. En dan staat hij. Dus zo zou hij volgens de papieren goed moeten staan. Maar ik heb het nu al een paar keer geprobeerd. En iedere keer was het toch niet helemaal goed. Waar ligt dat nou aan? Zo. Nee. Als je hem goed wil afstellen, dan moet je ook de juiste sproeier hebben. Nee, dat is normaal gesproken allemaal niet zo'n probleem. Maar, doordat deze DMP-cilinder een membraan heeft, heb je allemaal veel minder ruimte. Dus als ik een sproeier wil veranderen, heel het spruitstuk loshalen. Met een Nimbus sleutel. Het is echt zo irritant om dat iedere keer te doen. Deze gaat niet soepel. Het zal toch niet dat het schroefdraad naar de kloot is. Hè? Als het schroefdraad naar de kloot is, dan zou je dan ook geen emmer om dat allemaal weer gerepareerd te krijgen. Ja, hij gaat nog redelijk met de hand. Dus het valt denk ik wel mee met het kapot zijn van het schroefdraad. Dan blijven liggen jij. Irritant ding. Het is een temperatuursensor. Ik heb er zelf een temperatuursensor op gebouwd. Helemaal niet nodig, maar. Het is wel cool. Nou, cabaretteurtje, hè? Kom eens los, jongen. Ik heb de brandstofkraan al dichtgezet, ja. Er zijn een aantal van die dingen ook die je makkelijk vergeet. Ik ben heel fanatiek bezig om die cabaretteur los te schroeven. Dan kom je op het laatste moment achter dat je vergeten bent het benzinekraantje dicht te draaien. Je trekt een slangetje eraf. En dan zit werkelijk qua alles onder de benzine. Als je daar nou toch eens iets op zou verzinnen, hè? Als je aan het sleutelen bent, dat je zo onder kan leggen wat gewoon alle vloeistof opvangt. Er is nog nooit iemand op het idee gekomen om daar iets op te iets aan te doen. Zo raar. Misschien wel iets voor mij om te gaan doen. Maar ik heb hem. Vier buisjes los. Even kijken. Deze moet ook los. Een schroefdraaier. Zo. Die is ook los. Luchtfilter los. Een carburateur los. Een spruitstuk los. Ja. Dan moeten we eigenlijk even een doekje hebben. Ja. En die carburateur die lekt ook als een neet. Ik ben er helemaal schuitziek van. Nou, daar gaat hij. Heb ik los. Los. En ja, ook los, dan gaat hij vanzelf lekker direct. Ja, daar is die. Gelukkig ligt er een absorptiedoek onder. Dan wordt alle benzine opgevangen en dan zit ik niet in de rotzooi.
Kijk, dan is die. Hoi. Er drijft iets in. Wat is dit dan? Ze hebben een pakkentje. Waar komt dit pakkentje vandaan? Het is geen pakkentje, het is een filtertje. Niet. Nee. Nee, het is gewoon een pakkentje. Dat hoort niet los in de vlotte ruimte van de carburateur te zitten. Schroevendraaier. Even koekeloeren. Welke is een goeie? Dit is een mooie, denk ik. De sproeiers eruit te draaien. Hoppakee. Kijk. Welke sproeier is dat? 89 of zo was het. Waar zijn mijn sproeiers? Waar zijn mijn sproeiers gebleven? Hoe kan dit? Hier zijn ze. Even kijken. Ik heb al mijn sproeiers gemeten. Dus dit is de 95 die eruit komt. Dan gaan we naar 98, maar een groter. Kamer getuned. Dus er kan meer brandstof aan als het goed is. Zo. Hoppakee. En dat is één. Een grotere sproeier zit erin. Nou moet die, hoppakee, terug in elkaar. Dus je moet altijd opletten dat je vlotter niet klem vastzet. Want dit onderkantje past maar op één manier op. Als je hem andersom erop krijgt, als het jou lukt, is het punt 1 kapot. En punt 2 zit je vlotter vast, dus dan doet hij het echt niet. Ja. Nou, dan hebben we de hoofdsproeier vervangen. Dan hebben we hier nog een klote die zit vast. Een beetje voorzichtig een tangetje. Zet de gasschuif. En de gasschuif heeft een gasnaald. En de gasnaald die bepaalt eigenlijk hoeveel brandstof er door de hoofdsproeier komt en op welk moment. In vergelijking of in verhouding met lucht. Even kijken. Oei. Hij staat helemaal onderin. Dus ik had eigenlijk, in plaats van een sproeier groter, eerst nog een paar tandjes omhoog kunnen gaan op de naald. En dan weet je wat, we gaan gewoon extreem doen. Want ik heb het idee dat hij veel te weinig brandstof kreeg. Want als hij koud is, loopt hij heel slecht. Als hij koud is, heeft hij meer brandstof nodig. En als het warm is, toch? Dus, conclusie. Te weinig brandstof. Denk ik. Maar ja, weet je. Wie ben ik? Ik ben amateur, hobbyist. Even kijken, er doorheen. Yes. Hier zit vast. En dan zit er hier een nokje waar het dingetje weer precies in moet vallen. Hoppakee. Nou, tegenwerken.
Dit is het. Ja, daar gaat hij. Hij gaat vast. Zo. Is allemaal gebeurd. Had ik ook nog een spuitstuk net. Heb ik er nog niet weggelegd. Hier is die. Hier he is. Oei. Oh jongens toch. Kan je niet verder kunnen zien. Er zit een Brahmin. Dan zeg je u tegen. Nu gaan we even de remel pakken. Oh. De remel. La. Oh. Hallo, stroom. Nou, is het weg. Dat is wel het nare van die goedkope rommel. Even schoon spuiten. Altijd wel belangrijk. Kijk. Nou is die flow mooier, of beter, laten we het zo zeggen. Belangrijk dat als je dus even iets met een dremeltje uitwerkt, dat je naderhand eventjes met remreiniger schoen spuiten. Is wel zo handig. Even kijken, dan ga je er zo moeilijk op. En twee keer. Ja. De brandstofslang is losgekomen. Het is maar goed dat ik dus het brandstofkraantje dicht had gedraaid. Want dan schoot dus gewoon per ongeluk het brandstofslangetje eraf. Nou, dan hebben we weer vier imbusbouten. Even kijken, een beetje op zijn plaats houden. Boutje. Imbusboutje. Nummer 1. Ja, die zit. Dan gaan we kruislinks naar de overkant. En je zou het tweede gaatje zoeken. Dat was diegene die er net ook al zo moeilijk ging. Hallo. Hij pakt niet. Hij wil niet pakken. Ja, dat is hem. Die gaat toch een stuk zwaarder. Ik denk dat die schroef, dat die er scheef in gaat. Zo. Oh, dat is het lastig aan die kant. Als ik misschien eens aan de andere kant ga zitten, dat dit beter doet. Dat je beter bij kan of zo. Okay. Ja, en de sleutel.
dan gaat hij al. Dan gaat hij erin. Ja, dan gaat hij. Goed. Dan gaat hij. Goed, zo gaat hij als die wezen moet. Maar ja, hoeveel gelukkig niet iedere keer te doen. Zo ver uit elkaar. Oké, okay. Nou, kruis links verder van de andere kant. Dan kan die van ook wel niet lekker soepel gaan. Ja, die hier. Nou, dat in elkaar zetten, geloven jullie wel.